Inkoppers wordt mede mogelijk gemaakt door APS Groep en Monen Movies. Welkom bij Inkoppers. Mijn gast van vandaag presteerde het om van de derde naar de eerste klasse door te stoten met één team. En hij vindt het ook niet erg als je hem per ongeluk met zijn achternaam noemt. Mijn gast van vandaag is Roger André van FC Hoensbroek. Roger, welkom. Dankjewel Mario. Leuk om hier te zijn. Dat zeggen de meesten gelukkig. Ja, dat dacht ik wel. Ja. Hey, Roger, je eigen carrière. Als voetbal, de meeste trainers zijn begonnen als voetballer. Jij natuurlijk ook, denk ik. Hè? Ja, uiteraard. En dat al op hele jonge leeftijd natuurlijk. Hè? Met 4, 5 jaar uiteraard op de straat en met 6 jaar toen het mocht bij een clubje. Ik ben begonnen bij de Kakerse Boys destijds. Kakerse Boys, ja. Okay. En dat was toen nog een vrij grote jeugdafdeling. En daar heb ik tot aan mijn 15e gespeeld. En toen bestonden daar de hogere jeugdelftallen niet meer. Dat liep dan een beetje leeg en vanaf toen ben ik naar AQNS vertrokken. Ja. Als het goed is, is het dan bergop, hè, of niet? Dat is de bergop, maar toen, ja. In die tijd was AQNS ook een vierde klasse. Hè? En Kakkers ook een vierde klasse. Dus daar zat niet veel verschil tussen. Alleen daar was er een jeugdelftal waar ik samen met een vriend van mij op terecht kon. Ja, ja. Heb je lange tijd nog in de jeugd gespeeld dan met de Kakkers, hè? Achter elkaar? Ja, van mijn 6e tot aan mijn 16e heb ik daar gewoon de jeugd doorlopen. Ja. Oké. Ja. Maar ik neem aan, je woonde ook toen daar in de buurt? Wij woonden toen in de Kakkers, ja. Oké. Okay. Ja. Hey, en ONS, dat is dan, hoe lang is dat geweest? Ik heb, in totaal heb ik 7 jaar daar gespeeld en ik ben het eerste jaar heb ik eigenlijk, ik mocht toen nog toen op de B-jeugd spelen, meteen op de A-jeugd gaan spelen. En zeg maar het eind van het seizoen ben ik bij Piet Hermans destijds nog bij 1 ingestroomd. Mm-hmm. Samen met een vriend van mij, André Jakkel, was een spits. En daar hebben we nog een aantal wedstrijden mogen spelen en het seizoen daarna kwam Pierre Winkemolen. En daar heb ik dan nog 7 jaar mee samengewerkt met Pierre. Bij is Pierre Aquinas. 7 jaar geweest? Al ingesloten? Ja, volgens mij in die periode, een lange periode, even kijken. Ja, volgens mij toch wel. Een jaar of 5, 6 zeker. Ja. Want hij is, ik heb daar ook gespeeld. En toen had ik nog Wim Logister als trainer. Nou, en dat jaar ben ik ben 1 jaar terug geweest. Ik ben daarna na die periode Aquinas naar Mino vertrokken. Ja. In 3 jaar, ook weer samen met Pierre. En toen ben ik nog een jaar terug geweest bij AQNS en was Wim Logister ook mijn trainer. Oké. Okay. En dat is het eerste jaar, ik ben dat jaar daarna weer vertrokken. Ja. Naar de concurrent in Schaarsberg Colonia. Ik weet nog goed, het lag daar geweldig, maar die trappen? Nou, ik moet zeggen, het was schitterend. Het was echt ik vond het een mini-kuip. We hebben daar een kampioenschap mogen spelen in de eerste klasse tegen Sittard. En als daar, toen kwamen nog 1500 mensen. Mm-hmm. Ja, het was echt prachtig. Ja. Ik vond het echt geweldig. Maar je hebt nog diverse clubs gehad, hè? Versleten wil ik niet zeggen, want bij ONS, je bent ook nog geweest bij Colonia. Ja. Klopt dat? Ja. Als speler? 4 jaar, ja. Mino, zei je zelf al, hè? Mino ben ik geweest, ik ben... Walleren, nee? Ja, nee, als trainer ben ik bij Walleren geweest. Hè. Ik ben, daarna ben ik nog naar Groene Staal vertrokken. En ik heb zelfs nog een jaar Sylvia gedaan, waar we gepromoveerd zijn. En dat was eigenlijk mijn laatste jaar, toen ben ik als speler-trainer naar Voerendaal vertrokken. Ja, wat was jouw positie eigenlijk? Wat speelde je? Ik ben eigenlijk begonnen als back. Ja. En na de hand doorgegroeid naar het centrale middenveld. En in de nadagen van je carrière, toen het lichaam een beetje begon te sputteren, centraal achterin gaan spelen. Hoe oud was je toen je stopte? Ik was toen 35, 36. Hoe lang kunnen doorgaan, of niet? Jawel. Ik heb wel, het was wel grappig. Op een gegeven moment was het een beetje van altijd een kort jakje ziek, hè? Midden in de week, maar zondag niet. Want ja, ik kon niet trainen door al die pijntjes. En dat mocht ook niet van de trainers, want dan kon ik zondag niet spelen. Hè? Dus het was een beetje uitlopen. En dat is ook de reden geweest waarom ik eigenlijk heb gezegd van, ik stop ermee. Want ja, ik vond het trainen te leuk en het kon niet. En alleen maar spelen op de zondag, dat heb ik 1 seizoen echt kunnen volhouden. Ja, en toen ben ik er echt mee gestopt. En ben ik als speler-trainer doorgegaan. Ja. Ja, dat trainer worden. Hè. Ik heb een uitspraak een keer van je gelezen dat je dus een trainer had die jou tactisch en technisch liet meedenken. Ook met opstellingen en dergelijke. Hè. Is dat ook voor jou de aanleiding geweest om te zeggen van ja, hier pak ik in door? Ja, daar is eigenlijk een beetje ook mijn interesse geboren voor om als trainer door te gaan. Ik vond het toen altijd, en dan heb je het waarschijnlijk over Pierre Winkemolen. Die liet mij altijd meedenken in hoe gaan we het aanpakken, wat vind je belangrijk, hoe kijken we naar het elftal, welke accenten leggen we daarin.
En daar is ook een beetje ontstaan dat ik ben gaan doordenken over het tactische verhaal. Want mijn kracht lag daar ook. Hè. Ja. Ik was niet gezegend met een gouden techniek. Maar ik moest het wel van mijn tactisch vermogen hebben. Van mijn wedstrijdinstelling, van mijn duelkracht en van mijn scorend vermogen. Ja. En ja, die facetten heb ik allemaal meegenomen. Samen het meedenken in het tactisch verhaal. Hoe we een wedstrijd konden aanpakken. Ja. Als je dat meekrijgt van een trainer, hè, is dat ook een soort extra boost wat je dan toch krijgt als speler? Ja, het geeft natuurlijk wel vertrouwen. Hè, en, ja. En je wordt daarin gewaardeerd. Dat is wel. Maar goed, dat had ook mee te maken hoe je in de week met elkaar omging. Je sprak al in de week heel veel met elkaar over... Mm-hmm. Over voetbalfacetten en dat deed je ook naar aanleiding van de wedstrijd op zondag. Van wat was misgegaan en wat hadden we anders kunnen doen of en hoe zagen de wissels eruit. Ja. En ja, dat is natuurlijk niet iets wat op één dag geboren wordt, maar dat groeit naar elkaar toe. Ja. Plus dat ik natuurlijk ook Pierre al een hele lange tijd als trainer had gehad. Ja, maar je merkt natuurlijk zelf ook dat het je makkelijk afgaat, lijkt mij, in het veld dan, dat soort dingen. Ja, absoluut. Ik kon op zich wel redelijk een wedstrijd inschatten en lezen. Ja. En het fijne was dat wij ook zeg maar de vrijheid kregen in die periode. Maar dat heb ik eigenlijk allemaal bij al mijn trainers een beetje gehad. Om het in het veld ook zelf om te zetten. Mm-hmm. Moment, als je dat voelt in het veld en het was nodig, ja, dan kon dat gewoon. Ja, ging je dat makkelijk af? Want ik kan me voorstellen, dan zit er een stukje trainer erin, hè, op dat moment. Als je mensen kunt neerzetten op een plek en noem maar op en een beetje dirigeren. Ja, nou goed, ging mij op zich wel vrij gemakkelijk af. Maar het is natuurlijk altijd iets, je moet natuurlijk balanceren. Hè, want uiteindelijk beslist de trainer daarin. En moet je ook weten tot de ver dat je kunt gaan. En iedere speler is anders benaderbaar. Iedere speler moet je ook anders benaderen. En ik deed wel heel vaak een overleg met de trainer van wat er zou gaan gebeuren in het veld. Ben je meteen naar de carrière als voetballer met de cursus begonnen toen? Of had je al... Ik ben eigenlijk met de voerend altijd ben ik begonnen met de opleiding, oefenmeester 3. En oefenmeester 2 heb ik op het Siers gedaan. Ja. En dat was, in die periode heb ik ook het tweede elftal van Voerendaal gedaan en gespeeld op 1. Ja. En eigenlijk na 2 jaar heb ik gezegd van nou, het wordt nu tijd om op eigen benen te gaan staan. En dat was ook mijn ambitie. Hè. Ik voelde het ook groeien. Hè, want ja, je kreeg een beetje verschil in visie met elkaar. Ja. Het werd gewoon tijd om mijn eigen visie. Wat ik geleerd heb van al die trainers waar ik mee mogen samenwerken, om die gewoon een eigen kleur en een eigen gezicht te geven. Ja. En toen ben ik naar Schimmert gegaan, voor 3 jaar. Ja, want je hebt natuurlijk in jouw tijd wat trainers meegemaakt, aardige namen, hè? Pierre Winkelmolen natuurlijk, zit nu nog bij Mina, geloof ik, hè? Ja, technisch man. Ja, technisch man bij Mina, ja. Die wordt jou rondgelopen, hè? Mat Schaapkens, dat waren toch wel namen, hè? Ja, Mat heb ik nooit ondergewerkt met Mat. Ik heb met Piet Hermans gewerkt bij Aconens. Ja. Met Hans van Tussenbroek kunnen werken. Maar met Goffin, met Frans Spronk, met dat soort trainers heb ik allemaal mogen werken. Ja. We waren nog allemaal oude garden. En van iedere trainer, dan pik je natuurlijk wat op en leer je natuurlijk wat. Ook met Huub Fennings, ook een hoop van geleerd. Hè, hoe je je zaken aanpakt. En iedereen heeft zijn eigen visie. En ja, dan neem je stukjes van mee. En dat zorgt voor een beetje trainersontwikkeling bij jezelf. Er zit nu een hele jonge garde eigenlijk aan te komen. Hè? We hadden het er straks even over. Hè? Ja. Dat je merkt zelf nu ook al van, jij zit er tussenin. En dan komt weer zo'n hele jonge groep. Hè? Ja. Is die speelwijze, hè? Ben jij een trainer die eigenlijk gewoon zo simpel mogelijk wil houden voor de groep? Nou ja, wat ik doe, kijk, je houdt het altijd zo simpel en eenvoudig mogelijk. Hè? Want je kunt, het spel is altijd maar 11 tegen 11. Hè? En, maar ik denk dat je gewoon duidelijke afspraken vooraf moet maken. En, wat ik geleerd heb van trainers is om een kader te laten meedenken van hoe pakken we het aan, wat zijn de accenten, wat is belangrijk, hoe kijken we naar de wedstrijd, disciplinaire zaken die bespreken met de jongens. Zodat je met elkaar draagvlak gaat krijgen in je voetbalontwikkeling. Ja. En ik maak verschil tussen jonge trainers. Hè. Ze zijn anders opgeleid. Ja, ja. Ik begeleid nu een trainer die heeft zijn examen, doet hij nu. Als ik lees en zie wat die aan huiswerk meekrijgen om een training te moeten regelen, dat was in onze tijd natuurlijk heel anders. Hè. En die ontwikkeling, dat maak je wel. En dat hoor ik zo, hè, want het wordt steeds sneller, steeds anders, steeds fitter. Ja, maar doe jij dan hetzelfde wat Pierre Winkelmolen met jou deed? Ja, absoluut. Ja? Ja? Ik heb in ieder geval altijd een aantal spelers die ik tactisch betrek. Wij zitten eigenlijk iedere vrijdag, voordat we de wedstrijdselectie bekendmaken, hoe we gaan spelen, zit ik kort even met mijn eigen technische staf, maar ook met de aanvoerders bij elkaar. Hoe gaan we spelen? Wat zijn de accenten? Wat zie ik terug? En hoe voelt dat in het elftal? En dat je bij met elkaar wat draagvlak krijgt, maar ook
ja, zeg maar, wat ruimte creëert naar elkaar toe om bepaalde tactische zaken met elkaar te bespreken, maar dat die ook duidelijk zijn in het veld op dat moment dan. Vaak is een aanvoerder in een team degene waar een trainer wel zijn ei kwijt kan. Is dat dan ook bij jou zo of hoeft dat niet per se te zijn? Nou, sterker nog, ik heb er zelfs nog drie. Ja, we hebben drie aanvoerders en dat heb ik eigenlijk mijn hele carrière zo gedaan. Hè. Je pakt een poeltje van een drietal spelers en waar je mee toetst en de een heeft een andere kwaliteit dan de ander. En dat vult elkaar gewoon heel erg sterk aan. En voor mij is dat in ieder geval het optimum van het samenwerken met elkaar. En daar komt dan ook zeg maar het beste resultaat uit. Ja, er komen hele rits clubs waar je gezeten hebt. Hè. Van Voerendaal tot Schimmel tot Sportclub, Walram. FC Hoensbroek, hè, noem maar op. Ik vergis nog één. KVC Oranje. KVC Oranje. UOW ook nog, ja. Ja. Waar heb je in die periode lang gezeten? Dat was Hoensbroek, hè? Hoensbroek zit ik vanaf 2014. Ja. Ja. Ik heb 5 jaar bij KVC Oranje gewerkt. Mm-hmm. 2 jaar UOW, even denken, 2 jaar Walram en 3 jaar bij Schimmert. Ja. En 2 jaar Sportclub 25 ook nog gedaan. Wat vind je zelf het fijnste? Het langdurige werken, dat je jeugd kan inbrengen, noem maar op? Of... Maar ja, wat ik geleerd heb is eigenlijk in mijn voetbalcarrière, in het begin was ik natuurlijk heel ambitieus. Hè, en ambitieus ben ik niet nog, alleen in die zin, ik wilde zoveel mogelijk ervaring opdoen bij zoveel mogelijk clubs. Hè. Dus na 2, 3 jaar had je zoiets van, moet ik niet. Terwijl het eigenlijk onzin is, want ik heb eigenlijk geleerd van mijn periode bij KVC Oranje, dat als je een langere periode zit, ja, dan kun je echt aan accenten werken, aan organisatie werken, aan jeugdopleiding. En je ziet jonge kinderen vanuit een B-jeugd, dat ze of een C-jeugd ook ouder worden. Die stromen dan in bij de senioren. Dan kun je echt iets moois neerzetten. En dat is eigenlijk ook wel mijn ding, om echt iets op te bouwen met elkaar vanuit het jeugdperspectief bij een vereniging. Het lijkt mij ook het mooiste bij zo'n amateurclub eigenlijk. Ja, omdat je dan zegt van, nou laten we vanaf bijvoorbeeld, wat nu dan onder de 17 is bijvoorbeeld, dezelfde spelstijl hanteren naar zo'n eerste toe. Ja. Dan zou ik heel makkelijk kunnen zeggen, ik pluk zo'n jongetje van 18 even eruit en die gaat met de eerste mee. Want hij weet precies wat verlangd wordt. Ja. Nou, goed, is dat moeilijk in een club erin te krijgen? Omdat, ja, maar er zijn ook veel vrijwilligers die nog erbij zitten en dergelijke bij die teams. Nee, dat is natuurlijk een hele moeilijke zaak. Hè. Maar dat is mooi dat je het vraagt. We zijn dit jaar ook heel sterk gaan kijken naar de organisatie binnen SC Hoensbroek. Nou goed, wat doen we goed, wat doen we fout, wat kunnen we beter doen, wat is anders en hoe kunnen we nou dat jeugdkader sneller laten doorontwikkelen, maar ook op een hoog niveau krijgen. Mm-hmm. En we zijn nu gestart met een nieuwe technische commissie en dat zijn echt allemaal voetbalmensen van SC Hoensbroek die daar de kar gaan trekken. Dat is verdeeld in een drietal clusters waarbij de onder 19 en 1 en 2 verantwoordelijkheden zijn voor een aantal mensen, cluster 2 ook. Dat zijn dan, is het recreatieve gedeelte wat aandacht aan besteed. En dan heb je dan de cluster 3, dat is de jeugd vanaf de onder 17. En dat wordt dan weer ondersteund door 2 jeugdcoördinatoren, waarvan er eentje al de onderbouw doet. Ja, ik maak daar maar gebruik van hier. Voor de bovenbouw zoeken we nog een jeugdcoördinator. Dus als mensen zich geroepen voelen om eens met SC Hoensbroek om de tafel te gaan zitten en met een geweldig goede jeugd te kunnen gaan werken, met een goede visie om datgene wat jij aangeeft, die doorstroom in die herkenbaarheid, richting de senioren. En niet alleen 1 en 2, maar ook 3 en 4, de overige, de recreatieve senioren, om daar aan mee te maken, graag. Hey, hoe groot is een trainer als hij van een derde klas naar een tweede klas en naar eerste klas gaat? Oh. Dat is een mooie periode, of niet? Ja, dat was echt uniek. Ja. Ja, echt uniek. Maar weet je, ik zou dan namen moeten noemen, maar ik doe dan een hele hoop mensen tekort. Ja. Want dat was eigenlijk het complete pakket. En dat was niet alleen het bestuur, de technische mensen, de trainers, de jeugdtrainers, maar ook de supporters, de vrijwilligers. Dat was een compleet samenspel van een aantal zaken. En het eerste jaar hebben we ons met een nieuw elftal, dat was na de degradatie in de tweede klasse, toen ik kwam, hebben we ons netjes gehandhaafd, gewerkt aan een voetbalperspectief. Maar het tweede jaar kwamen er gewoon een aantal kadetten terug die wat gespeeld hadden bij FC Hoensbroek. Dus die jeugd kreeg een enorme boost en een enorme begeleiding. Mm-hmm. Toen promoveerden we via de na-competitie. Dat was al opnieuw in de derde klasse. Maar het derde jaar van mij in de tweede klasse, en ik praat er met een glimlach over. Want dat is eigenlijk, ik vergeet het nooit meer. De training voordat we uitgingen naar IJzer, de vierde wedstrijd, waren er 2 spelers die waren wat opstandig. Dus die liepen van de training af en die zaten zondags op de bank. En ik had al hoofdpijn, want ik wilde me graag handhaven in die tweede klasse zonder om naar beneden te kijken. Nou, we wonnen daar in die wedstrijd met 4-2 bij IJsden uit. En we zijn die wedstrijd aan een kop gekomen en er gewoon niet meer van afgegaan. Ja.
En het was zo uniek, met zoveel goede talenten uit de onder 19. Die speelden toen divisie, die kwamen eraan. Ja. Ons tweede elftal promoveerde ook, meteen naar de eerste klasse. De onder 19 promoveerde naar de divisie. Dat waren gouden jaren. Echt gouden jaren voor FC Onsbroek. Ja, en dan ga je in die eerste klasse in. Maar je had toen nog niet de nodige papieren. Nee. Op dat moment, hè. Dat heb je wel het jaar gedaan op dispensatie. Ja, je krijgt één jaar dispensatie. Jaar, hè? Ja. En ja, goed, jij weet dat natuurlijk ook. Hè? In het amateurvoetbal ga je in november, december bij elkaar zitten voor het vervolg. Ja. En we hebben nog nagedacht over een constructie waar iemand de zaak zou overnemen. En ik dan als assistent in dat hele verhaal zou fungeren. Mm-hmm. Maar dat ging niet, maar uiteindelijk ben ik moeten gaan. Omdat je voor een tweede seizoen geen dispensatie krijgt. Ja, dan moet je natuurlijk wel het oefenmeester 1 diploma gaan halen. Ja. Was je wel van plan om dat te gaan doen in die tijd? Ik heb het verleden heb ik eens een keer ingeschreven. Toen ben ik ook toegelaten. Maar toen ben ik weer van de lijst afgevoerd. Omdat er een paar profs het op dat moment wilden doen. Zo werkte dat in die tijd. Ja. En naderhand heb ik gezegd van nou, in combinatie met mijn werk en de ambitie die ik zie bij clubs die echt met hun jeugd willen werken, hun jeugd willen laten doorstromen, daar lag mijn hart veel meer. Dus de ambitie om zeg maar in de eerste klasse met een budget te gaan werken, spelers te gaan halen, dat is, kan een hele mooie uitdaging zijn van een hele hoop trainers. Maar mijn hart lag meer bij datgene wat ik nu al vanaf 2020 doe. Ik denk het profijt en plezier heb je meer dan als je het met jeugd kunt zien die dan toch, die je ziet groeien en doorgaan. Hè. Had je wel maar 6.000 euro gulden gekost toen. Die opleiding. Ja, is hij geloof ik 10.000 euro. Je had hem in België kunnen doen, dan was hij nog wat goedkoper geweest. Ja? Maar ja, mag niet meer. Dat is ook geschrapt. Ja. Nee, oké. Okay. Maar je bent toen weggegaan. Waar ben je toen heen gegaan? Want dat is maar even... Ik heb sabbatical genomen. Wel veel voetballen gaan kijken overal, trainingen gaan kijken overal. Totdat ze thuis zeiden van dat moet je echt niet al te lang gaan doen. Ja. Je moet echt weer opnieuw gaan beginnen. Ja, want hun zijn toen ook weer eigenlijk teruggezakt, hè? Mag je wel zeggen, naar de derde klas. Ja, in mijn laatste, of in mijn eerste jaar eerste klasse zijn we gedegradeerd uit de eerste klasse. En ja, dat klinkt heel raar, maar dat was een degradatie met een glimlach. In die zin, we kwamen net een puntje tekort. We deden met eigen jeugd, eigen jongens, ook weer jongens van de onder 19 die instroomden. En we moesten heel erg sterk het eerste jaar wennen aan die eerste klasse. Mm-hmm. Het tweede seizoen was fantastisch, was echt genieten met die knapen. En ja, uiteindelijk moest ik dus vertrekken vanwege het diploma. En heb ik daar een jaartje even rustig aan gedaan. Ja, en na de sabbatical ben je eigenlijk teruggekeerd bij Onsbroek? Of ja. Zat er nog? Nee, Onsbroek, hè? Ja, maar tussentijds is René Smeets nog geweest? René heeft nog een jaar gedaan, ja. Dus toen gingen heel veel spelers weg, hè? Dat was het jaar. Ja, dat ik ben gestopt in het jaar dat René is begonnen, is er inderdaad een move geweest van een aantal spelers die een andere keuze hebben gemaakt. Ja, maar toen jij dus terugkwam, was er eigenlijk ook weer een heel ander elftal. Ja, klopt. En de aanwas van die jeugd was dan ook nog niet zo, hè, dacht ik. Nee. Toen hebben we ook gezegd van... Dus eigenlijk ben jij weer, wat je toen begonnen bent, weer opnieuw begonnen. Precies. Ja? Ja, precies. We hebben ook gezegd van, oké, mijn hart ligt bij deze club. Hè. Ja. Niet zozeer... ik heb een hoop vrienden natuurlijk daar. Mm-hmm. Maar het gaat me ook aan mijn hart wat goed met de club gaat. En ik wilde dat graag weer opnieuw ondersteunen. Maar ik zag ook de potentie. Ik wist wat er aankwam. Er waren een aantal jongens in het jaar van René Smeets... al vervroegd doorgestroomd naar de selectie van 1. Nou, het zijn allemaal jonge jongens geweest, die moesten er meteen staan. Die hadden niet de hulp van de routiniers, de ouderen. En we zijn echt van hun af aan begonnen om het elftal een nieuw gezicht te geven, met een nieuwe visie, een nieuwe manier van denken. En toen kwam corona. Ja. En je kunt ook niet meteen spreken van een doelstelling, hè, als je dan moet beginnen met alles. Nee, onze doelstelling was samen leren voetballen en die jonge jongens een podium geven waarin ze konden doorgroeien. Ja. Zonder de druk van de ranglijst en van alle gedoe binnen een voetbalclub. Ja. En daar zijn we mee begonnen. Daar heb ik gezegd, dat doen we 6 maanden. Hè, om echt ook die voetbalvisie erin te leggen, het tactisch verhaal, wat spreek je af met elkaar, wat zijn de verantwoordelijkheden daarin. En wie neemt welke verantwoordelijkheid op welk moment. En de tweede helft van de competitie zag je dat ook heel erg groeien. Ja. Ja, toen kwam de coronaperiode en toen ging de stekker eruit. Is dat wel iets wat van tevoren met het bestuur besproken is? We gaan die weg bewandelen. Dat zou wel moeten eigenlijk ook natuurlijk. Hè? Ja, in mijn eerste gesprek, en dat was toen met Peter Douwman en Ergen Erbas, is dat ook aan de orde gekomen van hoe gaan we dat aanpakken? En wat staat de doelstelling in? En hoeveel tijd gaan we daarvoor uittrekken? Ja. En toen heb ik gezegd, oké, als ik het doe dan, is het mijn ambitie weer om dat ook weer voor langere tijd met elkaar te doen. Ja. Ja, want je ziet ook, ik merk ook, je noemt net 2 namen op, maar die zitten ook al heel lang bij FC Onsbroek. Ja.
klopt. Dus dat is ook een bepaalde zekerheid die je dan toch ook hebt als club naar mensen toe, hè? Ja, nu trap ik toch een beetje mijn eigen valkuil, hè. Daar ga ik toch geen namen noemen, hè. Maar bijvoorbeeld Erjan, die is, Erjan Abels is een tijdje gestopt als elftalleider, maar zit nu wel binnen de technische commissie. Ja. Maar er zitten ook jongens in als Roger Knaar, Mike Knaar, Roger Meurders, allemaal oud-eerste elftalspelers. Bjorn Oort, Dennis Mullenors, William Heunen, die vanuit het technisch beleid van alles doet. Dus er zit best wel heel veel voetbal-know-how bij de club. Roger heeft ook betaald voetbal gespeeld, ook, ja, hè? MV, ja, hè? Ja. Dus, ondersteunt ook een hele hoop, heeft ook een tijdje nog spitsen getraind, dat soort zaken allemaal. Dus we zijn daar wel een nieuwe weg in geslagen om dat allemaal nog op een hoger en sneller niveau te kunnen krijgen. Ja. Zit er nu ook een hele technische commissie waarmee je zeg maar wekelijks een onderhoudje hebt? Of zeg je dat hebben we één keer in de zoveel tijd? Nee, de technische commissie in het nieuwe seizoen bestaat dus uit die mensen die ik net opnoemde. Ja. Dat is dan dat cluster 1. Daar gaan wij mee evalueren, maar die faciliteren. Die houden de zaken in de gaten. Die overzien, die doen een soort helikopterview bij de 1, 2 en de onder 19. Dat hebben we dan ook voor de recreatieve sector en de jeugd. Mm-hmm. Daarbij heb ik natuurlijk wel mijn eigen technische staf. Daar zit ik gewoon iedere week mee samen. En daar evalueer ik iedere week mee hoe de ontwikkelingen zijn. Met name omdat wij een ontzettend jonge spelersgroep hebben. Ja. Waar we heel veel aandacht aan moeten besteden. Ja. En die aandacht, is dat echt wekelijks? Dat je toch mensen moet hameren van, wat heb ik nou dinsdag gezegd? Het is nu donderdag bij wijze van spreken. Ja. En je bent het weer kwijt of valt het mee? Nee, ja, goed, het gaat steeds beter, laat ik zo zeggen. Je maakt gewoon, kijk, je hebt typetjes natuurlijk. Hè, en het ene typetje weet je gewoon van, die doet er iets mee. En de andere, die moet je iedere keer weer op aanspreken. Mm-hmm. We hebben gelukkig voor het nieuwe seizoen een aantal routiniers die waaien terug. Waardoor die jonge spelersgroep ook weer houvast krijgt en een zeg maar body. En dat er ook weer iets van hiërarchie ontstaat binnen zo'n groep. Want nu is het heel vaak zaken ervaren in het veld. En op die ervaring dooracteren. Ja. Terwijl ze niet de ervaring nemen om beter te gaan presteren in een wedstrijd. En die wedstrijd naar zich toe te trekken. Of in ieder geval niet in de valkuil van de tegenstander te trappen. Ja. En dat hopen wij met een aantal spelers die volgend jaar terugkomen opgelost te hebben. Hoe oud is je jongste speler? Of mijn jongste speler die was 17 toen hij begon. Ja. Ja. Je ziet vaak bij clubs, die hebben ook een bepaalde vriendenkring. Hè? En is dat niet moeilijk om zo'n jongens dan toch te motiveren van luister, jij hebt de potentie. Je kunt het, je laat het ook zien elke week. Hè. Want eigenlijk zou zo'n jongen zichzelf moeten zien van ja, verdomme. Hè, die trainer zei dit en nu komt het ook eruit en dan wil ik me elke week ook verbeteren. Hè. Ja, zit dat ja. ook zo erin bij ze nog tegenwoordig? Of? Ja, je hebt daar een aantal jongens, daar zit dat absoluut niet. Die stralen echt ambitie uit. En, die, maar je merkt ook heel sterk, als ze op zijn onder 19 spelen, je houdt ze vervroeg over. Dan is er toch wel wat twijfel bij ze van, ja, laat ik niet mijn groep in de steek. En dat gebeurt. En dat merk je. En, we hebben ze ook gezegd van, kijk, als jij overkomt naar de senioren, dan ga je eerst eens één keer in de twee weken op de dinsdag meetrainen. Je gaat wennen aan het niveau. Dat doen we op relatiebasis met een aantal talenten, zodat je ook die onder 19 kunt blijven ondersteunen. Maar ga je bij mij spelen en je krijgt een kans, dan ga je ook over. Dan ga je die stap maken. En die jongens die bouwen dan een reserve in van, ja, trainer, ga ik het wel halen? Ik zeg, dan krijg ik mijn kans. Wij zeggen, nou, ik denk dat je andersom moet denken, zegt dan tegen ze. Want ik denk dat andere spelers zich zorgen moeten maken op het moment dat jij erbij komt. En want dat zijn gewoon talenten. En, ja, ik denk dat ze zich ook onderling een beetje de kop gek maken, precies. Die jonge gastjes. Want als jij al zegt, van je kunt dinsdags mee trainen, dan is dat al eigenlijk die boost van, hey. Ja, vind ik mag met het eerste mee trainen. Ja. Dat moet dan de drive ook zijn. Hè? Je moet het niet meer gaan vergelijken met vroeger natuurlijk. Nee, maar ze hebben ook zoveel meer als nu. Ja, als precies. Mij, kijk, ik moet zeggen, we hebben echt goede jongens bij Hoensbroek. En hele ambitieuze jongens. En er zijn altijd jongens die maken andere keuzes, hè, omdat ze er een gevoel bij hebben. Ja, dan wens je ze natuurlijk heel veel succes. Je hoopt ze allemaal aan boord te houden. Mm-hmm. Nou, volgend jaar blijft in ieder geval 70% van deze onder 19 intact. En die gaat over naar de selectie van Hoensbroek 1. En er zijn er twee die hebben een geweldige stap gemaakt het afgelopen seizoen. Eigenlijk drie, eentje is helaas geblesseerd geraakt. Ja. Ja, die hebben dat fantastisch opgepakt en die gaan volgend jaar gewoon een onderdeel uitmaken van de selectie van 1 en 2. Oké. Heb je dan veel gesprekken nodig en met dezelfde speler ook of zeg je dat valt wel mee? Daar hebben we aardig wat gesprekken voor nodig, ja. Ja. Je moet in ieder geval alert blijven en de zaak blijven volgen. En daar hoort wel veel aandacht bij. Dit is maatwerk. Ja, dat bevalt je wel.
Geen enkel probleem mee. Nee. Weet je, het levert energie op. Als je die jongens ziet gaan op een zondag, op de training, de ambitie die ze meenemen. Daar krijg je gewoon even kracht voor. En, weet je, en uiteindelijk zijn er een aantal situaties om het voetballen heen. Ja, die stellen je teleur. En er zijn een hele hoop dingen die daar krijg je energie van. Ja. En gelukkig zijn de positieve dingen die komen vaker voor dan de negatieve zaken. Nee, is goed. Maar als de uitleg denk van de trainer altijd duidelijk is en hetzelfde blijft, hè, lijkt mij. Ik heb ook wel eens trainers meegemaakt, die zeiden tegen Pietje dit en een week later zeiden ze gewoon wat anders. En dan wist zo'n speler ook niet meer waar hij aan toe was. Nee, maar daarvoor hebben wij ook zeg maar, die technische commissie en die technische staf. Hè, voordat wij al die stappen met de jeugdspelers zetten, is dat doorgesproken. En die letten daar ook op. Mm-hmm. En die zorgen er ook voor dat die doorstroming is. Want ja, de visie van ons ook is gewoon met zoveel mogelijk eigen jeugdspelers, opgeleide spelers, die senioren straks bevoorraden. En dat is het niet alleen 1 en 2, maar dan heeft het ook met een derde en een vierde helft te maken. Dus je bent dik tevreden op dit moment bij de club? Ja, nou ja, als een vis in het water. En ik heb het al vaker gezegd. En ik heb ooit in een interview in zo'n soort klein huis op de prairie. Ja, daar kom je gewoon graag. Hè. En daar is het gewoon altijd mooi en fijn. En, ja, en die samenwerking zoek ik wel. Hè. Ik moet me ook thuis voelen bij een club. En dat is bij FC Groningen ook absoluut zo. Ja. Ja, een lange periode heb je gehad en nou misschien weer. Want jij hebt bijgetekend. Ik heb bijgetekend, ja. 1, 2 seizoenen? Eén seizoen. Goed. Ik zit dan nu weer het derde seizoen. En, ik teken altijd voor één seizoen. En als je goed met elkaar omgaat, dan komt dat altijd wel goed. Maar ja, je begint natuurlijk weer met een feestavond. Want jullie bestaan, geloof ik, 75 jaar? 2 jaar geleden al. Hè. Of jaar, dus, Dus 2 keer moeten uitgesteld worden door corona. Ja, 75 1 jaar. 1 juni is dat, geloof ik. Ja. 4, 5 en 26 juni is het feest, ja. Dat wordt optredens, ja, ik geloof dat Kim K. komt daar spelen. Kim komt op de vrijdagavond draaien. Ja. En, aantal dishockeys. Aantal DJ's, bekende DJ's. Ja, we hebben jubileumwedstrijd. En ook spelers, hè? Ja, jubileumwedstrijd op de zaterdag. Dat is zeg maar de oud-kampioenen tegen het huidige elftal. Mm-hmm. Dat is ook leuk geregeld. Dat doet trouwens een speler, Danny de Vries, een speler bij mij. Die regelt dat dus zelf. En dat geeft ook maar een beetje aan hoe het verweven is allemaal in de club. Wie daar allemaal iets in betekent. En op zondag is dan de jubilaris. En sluiten we af met Ver Vrome en met Wim Freins. En die oudjes willen wat laten zien natuurlijk nog op het veld. Lijkt mij. Ja, alleen, ze hebben kunstgas. Ja, ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaat verhouden, maar dat is natuurlijk ook op 2 keer een half uur hè, en dat doen we op een hele leuke manier met elkaar. Ja. En het moet met name zoiets zijn dat je elkaar weer terug ziet en ik zie mijn oud-kampioens elftal weer terug. Een aantal jongens van dit elftal waar we nu nog mee spelen, zijn een 3-4-tallen, die hebben er ook op gespeeld. Ja, en die oud-kampioenen, daar praat ik over denk ik 15 jaar geleden, denk ik zoiets. En dat zijn nog gasten van onze generatie. Ongetwijfeld mooi worden. Zeg. Ja, absoluut. Roger, na je trainerscarrière, zin in nog een andere functie bij een club? Of zeg je dus nu ver vooruitkijken, ik heb nog tijd zat? Ik ga in ieder geval zo lang door, zolang ik nog deze energie eruit krijg. Zolang ik nog fluitend naar de trainingen ga, naar de wedstrijd ga. Ja. Daar kan ik geen tijd en geen periode aan koppelen. Ik heb wel altijd gezegd van ik blijf wel wat doen in het voetballen. En of dat nou iets bij een jeugdteam gaat trainen of een jeugdorganisatie mee op poten gaat, ik zal wel zeker actief blijven in het voetballen. De energie heb je dan eigenlijk wel voor. Absoluut, meer dan dat zelfs. Ja. Absoluut. Mag ik je bedanken voor dit gesprek. Heel veel succes komend seizoen met de club. Dankjewel. We gaan alles in een ander systeempje bijhouden komend jaar. Dus heel veel succes en een leuke feestavond. Ja, dankjewel Marjan. Graag gedaan. U bedankt voor het kijken en graag tot de volgende Inkoppers. Inkoppers wordt mede mogelijk gemaakt door APS Groep en Monen Movies.